video. Vandaag heb ik echt een hele speciale video. Voor mij is het in ieder geval heel speciaal. Dit is namelijk een collab met Thalia's Nail Tales hier op YouTube. En ik volg haar al zo lang. Ik ben echt een groot fan van haar. Ik kijk haar video's echt al jaren. En zij is echt een soort voorbeeld voor mij. Door haar video's ben ik ook steeds meer mijn kanaal gaan richten op nagels, op nagelstylistes. En ja, zij is echt wel een hele grote inspiratie voor mij. Zij doet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik doe. Ze laat dingen zien die ze in de salon doet. Heel veel nail art. Ook heel veel producten laat ze zien. Alleen zij doet dit dus in Canada. En zij heeft echt super veel volgers. En daarom wil ik nu ook even een klein stukje in het Engels gaan doen. Want haar volgers die hopelijk nu ook mijn video kunnen zien. Omdat we dus een collab doen. Verstaan waarschijnlijk helemaal geen reet van alles wat ik nu zeg. Dus ik ga in deze video kleine stukjes in het Engels doen ook. Zodat haar volgers ook een beetje weten waar ik het over heb. Hi everybody who's coming from Thalia's channel. Thank you for watching my video. And I'm sorry because you probably can't understand anything of what I'm saying. Because I'm Dutch. But I'm going to try my best to do some English parts. So you can understand what this video is about. But it's a collab with Thalia. We both love doing nails. This is my nail studio. And I make videos about nail arts, nail products. Just like Thalia does. But only I'm doing it in Holland. In this video we are showing our background props that we use for our photos. I always get a lot of questions from a lot of people asking me. How do I take my pictures? What flowers do I use? So I'm going to show you what I use in my pictures and how I storage them. So I hope you enjoy this video. Give it a thumbs up. Subscribe to my channel. As I'm saying, I'm only making Dutch videos, but I hope you get inspiration of it. And of course, I hope you enjoy watching my videos. Okay, dat was dus een stukje in het Engels. En oh, dat is zo lastig, want mijn Engels is echt super goed. Ik kan alles verstaan. Ik kijk super veel Engelse video's. Maar als je dan zelf ineens moet praten, dan valt het toch vies tegen. Maar goed, ik ga dus kleine stukjes in het Engels doen. Maar alle Nederlandse mensen kunnen waarschijnlijk wel die Engelse stukjes verstaan. Alleen andersom kunnen de Engelse mensen natuurlijk niet mijn Nederlandse stukjes verstaan. Maar goed, ik ga je nu dus mijn spulletjes laten zien die ik voor de foto's gebruik en hoe ik ze dus opberg. En ga ook even naar Thalia haar kanaal, want zij heeft dus ook een video gemaakt met al haar background props. Dit is dus mijn werkplek. Dit is mijn nail desk where I work. En hier heb ik dus allemaal kastjes en laadjes waar ik dus allemaal nail art spulletjes in bewaar. Maar in dit laadje heb ik mijn bloemetjes. In this drawer I have my flowers that I use for the backgrounds of my photos. Dit zijn allemaal losse bloemetjes, fake flowers. En die gebruik ik dus voor de nail art. Hier heb ik een ketting, een pearl necklace. And that is what I use for the background. So I usually get this after I'm done with the nails. And dan leg ik hier die ketting weg. And then my client hold her hands above this pearls. En dan doe ik daar dus meestal wat van die bloemetjes bij. Ik heb donkerroze bloemetjes. Dark pink. Lighter pink. En white. So then I look what goes best with the nails. And that's the color that I used for the picture. So maybe we take this one. Then I take some flowers. Put it between the pearls. Sometimes I take the bottle of the gel polish. For example this one. It goes well with the flowers. Then I put it in between. And then I ask my client if she can hold her hands above this flower. So from the other side of course. And then maak ik de foto and then I take the picture. And sometimes I choose some different positions. But I always use these pearls and this kind of flower. Dus dat is hetgeen wat je het meeste terug ziet op mijn foto's. Al deze bloemetjes en deze kralen. Ik krijg daar ook heel vaak vragen over. Maar deze, die ene, deze grotere, dat was gewoon een kralenketting. En die andere wat fijner, dat was gewoon een zo'n ding voor in de kerstboom volgens mij. It's a Christmas tree decoration. So you can find it probably end of the year in all the stores. So this is what I use the most. And I love this drawer. I think Thalia will appreciate this. I really like this organization. En dan heb ik nog een ander kastje hier achter mij. Here's where my little dog sleeps. En hier heb ik een kastje met allemaal laadjes. In the top drawer I have all the swatch sticks that I don't use anymore.
een nail art that I made. So, yeah, I really have to sort this out again. Dus ik moet dit echt nog een keertje uitzoeken. Maar in de volgende laadjes zitten nog allemaal decoraties. Hier nog veel meer van die kettingen. This is also all Christmas decoration in all colors. I used to use this a lot, but now I only use the white ones. But sometimes I think this one I really like, this color. This one is also very pretty with a ribbon. So this is all chains and in all sort of colors. Then I have, I really like this also. Isabel May Nails uses this, of used to use this, for the backgrounds. I really like this. Maar ik vind het nooit zo leuk als het een beetje donker is. Dus ik heb liever dat witte op de achtergrond. Maar deze is ook echt heel erg leuk. En another color. And this I also use for backgrounds. I really like this structure. I think I need to use this more. So I put it in the other drawer. Maar dit is ook echt wel mooi om te gebruiken. Alleen ja, ik wil nooit zoveel verschillende kleuren gebruiken. Ik hou het liever een beetje bij wit. Dan hebben we hier, this one I use a lot with Christmas, for all the Christmas nail arts. I put it between the hands or between the nails. This I like also, for the photos. Hier zitten ook allemaal nog van die kerststerretjes, van die balletjes. Dus die zijn ook leuk om te gebruiken. En hier zitten ook nog wat van die kettingen in. Ik zal nog even wat beter laten zien wat hier precies in zit. Die kettingen dus, echt super mooi. Dit zijn spiegeltjes, is ook ontzettend leuk. Want dan kun je zeg maar zo de nagels daar tegenhouden. En dan een foto maken. Ziet er super cute uit. Dus die vind ik ook altijd wel mooi om te gebruiken. Nou, dus al die sterretjes, die zijn echt heel mooi voor een sterren nail art. En hier heb ik nog van die zilveren sterretjes. Ook heel cute, dus gewoon ja, een soort lintje. En hier ook mijn lintje met allemaal van die pareltjes erbij. Ook heel erg leuk. En hier heb ik nog wat sterretjes. Dus dit is allemaal voor kerstnail arts en voor sterretjes. Deze handschoenen zijn ook heel cute. Super mooi voor een feestelijke kerstnail art natuurlijk. So pretty. You can use them for Christmas nails. I really like this. En hier nog wat ringetjes. Die gebruik ik ook wel eens als extra versiering bij de nagels. Ook heel erg mooi. En dan zitten hier nog wat van die kleine witte balletjes. En nog wat zilveren sterretjes. Ook heel erg mooi. Ja, en natuurlijk die zuurstokken doen het natuurlijk ook super goed. Heel leuk als je met kerst rode nagels hebt. If you have red Christmas nails, I really like this one. En de last one voor fall decoration. Deze gebruik ik natuurlijk bij de herfstnagels. Vind ik ook heel erg leuk. En dan heb ik hier nog een, this is my door, the entryway. En hier heb ik dus ook zo'n mooie krans hangen, die heb ik zelf gemaakt. En deze gebruik ik ook heel vaak voor de achtergrondjes. En dan doen ze zo hier de nagels voorhouden en dan maak ik hier gewoon een foto. Dus deze gebruik ik ook heel veel. En er zitten ook weer een beetje diezelfde roosjes tussen, dus dat matcht ook weer mooi. En dan heb ik aan de andere kant van de salon ook nog een laadje. En dan heb ik hier een laadje, daar zitten wat schelpen in. Some shell for summer nail art with sand. Some little shells. And some more little shells. Deze zijn echt heel leuk voor zomerse of vakantienagels. Heb ik wel in het verleden wel gebruikt, alleen de laatste tijd niet meer zoveel. En dan heb ik hier nog een laadje met some little roses. Some wood sticks. White and brown. And this I also use for background props. Dus deze gebruik ik ook wel. Het is ook al wat langer geleden. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om hier een flesje nagellak of zo bij te leggen. Of een gel polish. En daar dan foto's van te maken. Dus dit is eigenlijk een beetje wat ik gebruik dus om de foto's mee te maken. Maar dit is wel hetgeen wat ik het allermeest gebruik. En wat je dus ook het meest voorbij ziet komen. Ik heb nog twee dingen om te laten zien. Als eerste dit papier. Ik heb dat al vaker gezegd. Dit gebruik ik als achtergrond voor mijn video's. This is the background for some of my videos. With my logo and my website. I made this myself. Very easy and I just printed. Ik heb dit dus gewoon zelf gemaakt en uitgeprint op een A4'tje. Ideaal. En dit gebruik ik dus als achtergrond voor mijn video's wel eens. Ik heb het de laatste tijd iets minder gebruikt.
Omdat ik dan altijd moet zorgen dat het helemaal recht ligt. En dat vind ik soms echt een gedoe. En met al dat stempelen ben ik ook altijd bang dat er allemaal viezigheid op komt. Dus ik gebruik hem niet zo heel vaak. Maar soms voor de achtergrond van foto's of video's is het wel mooi. En dan heb ik ook nog dit. Dit is eigenlijk gewoon een placemat. En dit gebruik ik ook wel eens als achtergrond voor een foto. Dus het is ook wel mooi als ze daar de nagels boven houden. Dus, en ik kan het ook mooi doen met flesjes gelpoeders of nagelproducten. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik gebruik. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Wat gebruik jij zelf om mooie foto's mee te maken? Laat het even weten bij de reacties hieronder. En ik ben ook van plan om binnenkort dus nog een video te maken over hoe ik foto's maak. Hoe ik mijn foto's bewerk voordat ik ze op Instagram zet. Wat ik allemaal doe voor mijn Instagram account en hoe ik dat kan laten groeien. Daar wil ik ook allemaal nog aparte video's over gaan maken. Dus dat kun je zeker nog verwachten. Als je daar nou nog vragen over hebt, stel ze dan ook even hieronder bij de reacties. Want dan kan ik die in de volgende video's nog gaan beantwoorden. Ga natuurlijk ook even naar Thalia, de kanaal. En zeg er dan zeker ook even bij dat je vanuit deze video komt. Dat vind ik super leuk en dat vindt Thalia ook natuurlijk hartstikke leuk om te horen. I want to say thank you to all new viewers, all the viewers that come from Thalia's channel. I hope you enjoyed the video. Give it a thumbs up. And I hope you subscribe to my channel to watch more videos. Dus nogmaals, dankjewel voor het kijken. En ik zie je snel weer.